Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fight Press. Vandaag gaan we niemand minder dan Redouane Larkoubi, de gladiator, ondervragen. Hij moet binnenkort vechten tegen Typhoon Oskan. En wij gaan jullie meenemen achter de schermen. Volg me. Yo! Hey, appa! Hoe is het, jongen? Waar ben je dan, man? Ik ben nu bijna aanwezig, man. Dus. Ja, ik ben al bijna thuis. Wat? Ik weet niet of je het hier geweest komt. Ze komen bij mij in de tram, hè? Ik zweer het je. Wacht met jou op de foto. Oh, die passagiers denken: fuck, hij is deze man. Ik sta zo meteen op de foto, ik ga gewoon weer tram rijden. Kijk zo naar mij. Kieven, dat is toch tramstuurder? Nee, niks ervan. Maar dat weten ze toch niet? Ze denken, mensen willen met de tramstuurder een foto. Hey, maar is leuk toch? Ja, tuurlijk bro, je weet toch. Vandaag staan we hier zo met Redouane Larkoubi, de gladiator. Ken je al sinds jongs af aan? Van way back. Thaiboxing Den Haag, ja. Iedereen zat daar. Jullie kunnen lachen, maar iedereen zat daar. Over 2 weken is het zover. Anderhalve week, ja jongens. Het is woensdag, volgende week zaterdag. Het is het 30 september oorlog, jongens. Dan gaat het dak eraf. Ah, jullie weten sowieso van mij. We gaan alles geven voor wat we waard zijn. We hebben kaart getraind voor Typhoon. Typhoon is een goede vechter. En we gaan alles geven om jullie te vermaken natuurlijk. Om het publiek te vermaken. Zoals ik altijd doe. Zeker, man. Je bent goed in de league gekomen, vind ik persoonlijk. Ze hadden me onderschat. En ik heb nu twee toppers van de league verslagen. Yassin Baitar en... Mohamed Jaraya. Ja, die hadden me onderschat en uiteindelijk heb ik van ze gewonnen. Maar Typhoon vind ik toch klasse beter dan hun. Maar ik heb ook voor Typhoon anders voorbereid en beter voorbereid om ook van hem te kunnen winnen. We gaan ons best doen, weet je. Ik kan jullie niks garanderen. Ik kan jullie geen overwinning garanderen. Ik kan jullie geen KO garanderen. Het enige wat ik jullie kan garanderen is dat ik alles, maar ook alles daarna zal doen om hem spetterend pot voor neer te zetten. Zodat jullie kunnen gaan genieten van de partij. 100% strijdersmentaliteit. Dus wat wij misschien gaan doen is, als jullie vinden, kijk, Redouane Larkoubi heeft natuurlijk heel veel fans, dat weten we. Maar wij gaan wat speciaals doen, voor één fan. Voor één fan. Wil jij, achter de schermen, stel dat je al in Antwerpen bent, hè, dus het is niet van dat je er niet bent. Stel je hebt al een kaartje gekocht. En jij laat zien dat je echt een fan bent. We gaan nog iets verzinnen. Ik weet niet hoe of wat. Maar dan kan jij misschien gewoon tijdens de warming-up... zou je gewoon even kunnen kijken hoe hij zijn warming-up gaat doen. Heel misschien. We gaan kijken of we dat voor jou kunnen regelen. Zorg ervoor dat je zoveel mensen tagt in dit filmpje. Zodat Redouane Larkoubi ook nog meer volgers gaat hebben. Dus als hij, laten we zeggen, als hij de... 11.000 volgers haalt, 11.000, dan denk ik wel dat we dat kunnen waarmaken. Sowieso. Ik drop het gewoon even, weet je. En ik weet dat het gaat lukken. Want weet je, wij zijn achter de schermen. Fight Press, wij doen die dingen. Genoeg gesproken, we gaan naar binnen. Dat is wat we even gaan doen. We gaan even naar Moesit. Moesit Gym. Amsterdam Oost. Naast trainen bij Fight Club kom je hier dan ook trainen, toch? Ja, ik train veel met Moesit. Hij scherpt mijn technieken aan en dingetjes en gameplan, die doe ik dan veel met Moesit. Mooi, mooi. En de Fight Club is dan de thuisbasis en dit is gewoon wat ik erbij doe. Lekker man. Met de Sensei-generaal Moesit. Sensei-generaal Moesit, zeker weten. Kom mee man, Amsterdam Oost. Dames en heren. Dit is het dan, Moesit Gym. Hey, jongen. Goed, ja, toch, lekker, sowieso, man. Dat is goed. Dat is de generaal Moesit. Misschien een kleine shout-out. Moesit Gym, top techniek. Kort staan. En je weet hoe we het doen, toch? Toch? Laag staan. Je ziet het. Adem op. Zie je dit echt als een rematch om jezelf weer te bewijzen? Nee. Ik zie dit. Kijk, het is een rematch, maar ik zie dit niet echt als iets van dat ik hem terug moet pakken of daadwerkelijk. Er is geen kwaad bloed in mijn hem toe. Ik ben een heel andere vechter dan als die tijd en hij is een heel andere vechter.
Dus het is gewoon een hele andere partij. En ik wil juist dat niet meenemen. Ik zie dit gewoon als een heel nieuwe partij. En we gaan ons best doen om dit keer wel de winst naar mij toe te trekken. Kijk dan. Film die shit. Luister, maar we moeten nog veel, jongen. We moeten nog luister, veel. We willen even een paar nieuwtjes. Hoe zat dat nou? Tussen jou en Marvin Jiraiya. Is het nou helemaal gesquashed of kan ik nog een rematch verwachten? Ja, rematch, tuurlijk, waarom niet? Voor mij is dat geen enkel probleem. Toch? Mij interesseert. Ik sta tegen iedereen wie voor mij wordt voorgeschoteld. Ik regel mijn tegenstanders niet. Die worden voor mij geregeld. En als het zo uitkomt dat ik weer tegen hem sta, dan vechten we gewoon weer. Juist, mooi. We gaan deze week of volgende week komen we even weer bij je langs. Kijken hoe je gaat trainen. Even de laatste puntjes op de i voor de Infusion League. Dus ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. En als ik jullie was, zou ik gewoon abonneren, man. Binnenkort kanaal, online, Fight Press. Je moet het zien, man. Bang, bang. Hoes. Fight Press. Ik moet er wel mooi op staan, natuurlijk. Moet je hier ook weer Instagram? Ja toch? Als je mij volgt, ik ben official G88. Official G! Je weet het! Laat het! Jongens, rustig!